Omakkevak. Laten we beginnen met wat gebeurde er waardoor de scheidsrechter jou rood gaf? Dat weet ik niet. Volgens mij ik dribbel en ik word een paar keer aangetikt. Ik val en ik kom weer overeind. En ze lopen een paar keer door mijn benen. Nou, op een gegeven moment wordt overtraining op mij gemaakt. En er komen een paar spelers naar me toe rennen. Ja. En ik sta gewoon op en eentje valt om en die help ik weer overeind. Er gebeurt eigenlijk helemaal niks. En hij zegt in één keer, ja, rood voor duwen. Nou, sorry, volgens mij werd hij eerst overtraining op mij gemaakt. Maar ja, wel een slechte keus van de scheidsrechter. Die jongen is... Ik bedoel, als ik hem een duw of een wat dan ook zou geven, ja, dan had hij waarschijnlijk pijn. Maar volgens mij stond hij weer lachend op en die dacht, ik heb Kavak lekker een rode kaart aan gesmeerd. Nou, dat is hem gelukt en scheidsrechter is ingetrapt, dus punt.